werken van barmhartigheid. Naakten kleden. Een hele markante harde wijkse was Nel. Als je op de markt was en ze kwam met een scootmobiel langs, dan kon je meteen een stap opzij doen. Want Nel drukte wel door. Aan de andere kant was een heel sociaal bewogen mens. Toen de eerste gastarbeiders hier kwamen, was het Nel die zich er tegenaan bemoeide. Ze gaf taalles. En ze had goede contacten met de sociale dienst hier in Harderwijk. En zo ongeveer 15 jaar geleden ontstond uit de samenwerking met de sociale dienst Nels Kledingservice. Mensen komen en brengen gebruikte kleding mee. En Nel heeft contacten voor mensen met een hele kleine beurs, ook met dak- en thuislozen. En die kunnen dan bij haar kleding krijgen. Oorspronkelijk was dat gratis. Maar dat leidde ertoe dat de kleding niet erg werd gewaardeerd. Sinds men dan heel snel overging om tegen een zeer lage prijs te verkopen. U moet daarbij denken aan tussen 20 cent en 5 euro. Dan werd de kleding ook gewaardeerd. Eens per jaar verschijnt ergens in een park in de buurt van de binnenstad een waslijn met daaraan winterkleding. Die dak- en thuislozen dan gratis mogen ophalen. Nel is inmiddels overleden, ik meen in 2016. En haar dochter, Marianne van Noorddennen, zet de zaak belangeloos voort.